Veel patiënten zijn op de IC of na een opname op de IC overleden. Nou, dat is altijd reden voor onderzoek. Ik heb toen met mijn collega's onmiddellijk alle statussen terugkijkend beoordeeld en gekeken. Wat is nou onze mening? Zijn die patiënten nou door die EBSL overleden of zijn ze ermee overleden? En dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Nou, wij weten dat iedereen ons gebiased zal vinden, wat we ook vinden. Dus we hebben daarom een extern deskundige, intensivist, gevraagd. Kijk eens naar deze statussen. Die heeft er echt de tijd voor nodig, maar we worden achterhaald door de tijd. Want in de buitenwereld lijkt het oordeel al geveld. Namelijk alsof deze patiënten door de EBSL zijn overleden. En ik kan u in ieder geval verzekeren dat bij talloze patiënten dat absoluut niet het geval is.